welkom op een groot eiland waar we vastzitten. Dit is Maroenit aflevering 3. En in deze aflevering gaan we weer drie dingetjes via drie locaties bekijken. En dat is het scheepswrak, de schatkamer en het strand. En tot we vorige keer hier al zijn begonnen, denk dat we nu gewoon hier komen. Ik ga heel even het geluid iets harder zetten. Zo. Perfect. Oké. We moeten wat dingen zoeken. 15 zeesterren. 2, 3, 4. Wat zijn er nog? 5, 6, 7. Dit is er geen. We hebben er al 7, hè? Dat is al hier 8. Is er hier nergens 9? Even zoeken, hè. Het is even zoeken. Hier hebben we wel een mes. Wat is dit? Een mes, ja. Een mes. Hier te vinden, later. Maar... mijn uur is... Ik kan hem aan het schrikken. Ah, oké. Dan, muren. Ja, zitten... oké, dat zit er in de weg. Dat dier zit er dus in de weg. En wij gaan op zoek door naar de zeesterretjes. Die we moeilijk vinden. En we hebben maar één pijltje. Dus we kunnen ook maar één hint gebruiken. Flitsen maken dieren bang. Staat er mooi opgeschreven. Nou, dat klopt. Dat klopt inderdaad. Maar waar zijn de laatste vier sterretjes? Want die zijn toch wel moeilijk verstopt, heb ik de indruk. Hier is eentje. Oh. Er is nog één, hè. We hebben er nog twee, hè? We hebben maar één hint. Dus dat wordt... ja. Goed zoeken zou ik zeggen. Maar ik vind hem echt niet. Dus laten we... Oh, hier ligt één. En dan moeten we nog één vinden. We gaan even terug naar de kaart en we gaan verder op het windschatkamer. Want Sanne hebben we al vaker gedaan. De schatkamer moet hier dus weer dingen vinden. Wat is het hier? Verdraaid, zit op slot, ik moet hem misschien open te krijgen. Dus dit, zonder boordjes is denk ik goed voor een leuk bruggeluidje. Ja. Kobold, wat is een kobold in godsnaam? Wat is dit? Oh, een sigaar. Er ligt ergens een sigaar. Oh, ik klik te vaak. Excuses daarvoor. Moeten wij nog dingen vinden? Ja. Het groene schaaltje. En dat was zo de lepel. En we hebben een pijltje gevonden. Dus we kunnen nu terug naar... We hadden al überhaupt een pijltje bijgekregen. Dus ja. We kunnen nu het laatste sterretje. Hij is er daar. Voilà. Nu hebben we het boordje gekregen. En met het boordje... gaan we naar de schatkamer. Dan zetten we het boordje hierop. En nu hebben we het boormachine. We gaan verder met het zoeken naar de nodige, benodigde spullen. Het ziet er leeg uit, maar misschien... Oké, dat is dit, wat daarop moet, sowieso. Wat moeten we allemaal vinden nog? Een emmer. Een emmer, dat is toch niet zo moeilijk om te vinden, denk ik. Waar zou hier een emmer zijn? Een emmer. Ik zie hier niet op het eerste... Oh, daar is emmer. Wat een staafje. Waarom zijn allemaal van die moeilijke zaakjes? Een sigaar was dat, denk ik? Ja. Lumpia. Dat was een walnoot. Waar de fuck ligt hier een lumpia? In dit ding. Hoezo hebben ze lumpia's op onbewoonde eilanden? Sinds wanneer bestaat er een frituur op een onbewoond eiland? Dat vraag ik me gewoon zo hard af. Wat nog? Een tisjes. Ik weet allemaal niet wat het is. Gewoon huppla. Dat was iets wat niet weet wat er was. De kobold ofzo. Maar... we kunnen ook nog op het strand gaan doorzoeken naar... Oh, eeuw. Walvis. Spotten is... wat plus wat. Zonnebescherming is... hè? Verrekijker. Emmer. Zandspeeltjes. En emmer. En shop. Oké, we moeten dus allemaal combinaties maken. Een drietal zie ik hier staan, maar... oh, ik klik te veel. Ik zie hier wel een kokosnoot. Wat doe ik nog? Ja. Trouwens, drankjes kokosnoot plus
zonnebril, zonnebescherming, zonnebril plus dit was van kokosdrank, van het tropisch drankje, een zandsport plus een net. Zijn we er goed bezig, heb ik de indruk. Walvispotten. Wat hebben we dan nog voor nodig voor een walvis te spotten? Een snorkel of zo? Weet je niet. Ik weet het echt niet. Ik ga een hint gebruiken. Voor... Oh, de zonnebrand. Oké, we moeten alleen nog verrekijker. En... Ja... Walvispotten, verrekijker en wat? Wat heb je nog nodig? We hebben hier een pijltje, dus ja. Kijk, pak gewoon het. Oh. Wauw. Oké, terug naar dit. We gaan nog een pijltje voor iets nieuws te zoeken. Oké, dat was een waterstaafje, maar dat zit daar ook echt moeilijk te verstopt. Echt, dat zat daar moeilijk verstopt. Dus we gaan terug en we krijgen nu wat de pijltjes bij. Dat vind ik leuk. Kijk, pijltje, dat is de lumpia. Nu moet alleen nog de tisjes ofzo, of hoe ik moet uitspreken. Voilà, een plekkaas. Druk een pijltje in. En, oh daar, het zijn zakdoekjes dus ja. Oké, dit op daar. Kluis. Boormachine. Oh. Nee. Dus een boor heb ik thuis nodig voor een gipslot. Kluisdeur is druk. De kluisdeur is de... Ik moet nog, moet je misschien hier op het strand weer iets nieuws doen. Ik heb geen... Oh wacht, misschien met dit mes dit openmaken. En nu kunnen we dat daarop zetten. En we hebben een fotoapparaat. En locatie voltooid. Dat is 1. Nice, nu kunnen we dus naar het zeepswrak. Om die even te wegsmijden. Oh, ik heb een uitnodiging om te spreken. Om te spreken gevonden en een ticket, allebei op mijn naam. In het schip is mijn schip soms gezonken. Ben ik hier aangespoeld? Oké. Dat weet niemand. Dat boek. Oké, we hebben de tweede locatie ook voltooid. Krijgen wij nu een stukje storyline? Ja, nee, toch niet. Een schatkamer, misschien moeten we weer iets doen eigenlijk ofzo. Wat is dit dan? Oude talen. Oké, wacht. Oh, wacht. Huppla. Wauw. Ik heb een afdruk gevonden waarop een soort oud-inheems gebruikt wordt afgebeeld. Komt me vaag bekend voor. Volgens mij is dat die dikke... Volgens mij is dat die brasser voor dat bootje. Of zo. Wauw, we hebben de kluiscode. Wauw, we hebben ook de kluiscode. Met een envelop. Ik heb 3 mappen ontdekt met topgame erop. En mijn naam staat erop. Wauw. Op een andere staat een ene ratmik wat ik ken. Op de andere staat geheime 7. Heel vreemd. Ik heb er helemaal geen flauw idee van. Wat dit allemaal... Krijgen we een stukje storyline ofzo? Even kijken. Wait, I remember now. Oh. Oh. Oh, oké. We moeten dit even doordoen, denk ik. Dit moet even doordoen. Een printerfout. Oké, een winkelhaak. Waar is de winkelhaak? Oh, we klikken weer verder. Ik zie waar een pijltje zit. Pak een pijltje. Wat hebben we nog nodig? Een kameel. Volgens mij spier op. Ah, veel plastic. Oh, we moeten schaar vinden ook. Om het plastic te knippen. Waarom klik ik op van alles wat we niet nodig hebben? Oh, de schaar. Ja. Blaadje papier. In de printer. Dan wordt afgedrukt en... Eureka, ik werk op de faculteit archeologie van de Universiteit Wellertown. Ik heb een foto van mij en collega's gevonden. Die kale is... Ja, een of andere zorg echt. Nee, grapje. Ik vind hier echt niks. Wat is dit? Sierbord. Wauw. Waar is de rest dan? Ik zie dus... ik moet een andere manier van de mond openen.
Dit ook. Dit laadje is ook... Mijn lader is ook nooit op slot. Nou, blijkbaar wel. Want anders... was het gewoon open. Ik vind niks hier. Een alarmbel. Ik vind hier echt niks. Dit is echt saai. Of ja, het is niet saai, maar ik vind hier niks. Dit is echt nooit verstopt. Hallo? Kijk, veel te vaak. Dus dit, hebben we dit nodig? Nee. Hebben we dit nodig? Nee. Dit. Hebben we iets van hier nodig of zo? Waarom vind ik hier niks? Iets met een wat? Pillen. Oh, dit zijn geen batterijen, hè. Een veldfles. Oh, sorry voor het mijn stoel kraken, ja. Weet je dat waarschijnlijk wel allemaal. Geen koffie nodig. Ik heb ook geen pillen nodig of zo, hè. Want dit is ook een oplader van batterijen. Hebben we dit nodig? Nee. Ik klik er veel te veel, jongens. Jezus Christus. Waar is alles? Oh, we hebben iets gewonnen. En dat was... dat... ding, toch. Waarom vind ik de rest dan weer niet? Dit is echt raar. Waarom moet ik een fucking kameel vinden? Dat die buiten of zo? Zoom ik hier ook een kameel. Oh, we hebben de winkel eigenlijk wel in één keer gevonden. Pillen. Zijn het dan batterijen of? Nee, het zijn niet de batterijen, want... ja, pillen, wij zeggen ook wel eens, heb je nog een pil voor dat of zo en zo. Maar het gaat er wel degelijk echt om pilletjes. Om, ja, pilletjes, hè. Om te nemen, als je ziek bent of zo. We hebben geen patch meer, hè. We kunnen geen patch 2 vinden. Dit is irritant. Een kameel. Waar staat hier een kameel? Waar staat hier echt waar? Een kameel. Een kameel is zo groot. Waar staat hier een kameel? Een scheermes en een veldfles. Wat is een veldfles? What the fuck is een veldfles? En waar is die kameel? Ben ik blind of zo? Waar is die kameel naartoe? Het is geen foto of zo, hè? Dat draai ik op. Ik zal iets op dat briefje maken, kan ik niet lezen. Jongens, wat is dit? Dit is echt... ah, tyfus. Een kleedje wat te vaak. Oh wacht, ik denk dat ik de veldfles gewonnen heb. Ja ja. Ik heb de veldfles gewonnen. En dan moeten we nog 3 dingetjes. Waar is het scheermes? De pillen! Oké, okay. Nog 2 dingen. Het scheermes en de kameel. Waar is het scheermesje? Om mee te scheren natuurlijk. Waar is dat naartoe? Waar is dat naartoe? Ik zie hier eerst gezegd die leugen, maar ik heb het blijkbaar toch gevonden. Alleen de kameel nog. En de kameel. Waar is de kameel? I don't know. Hier staat van alles en nog wat. Maar hier staat nergens een kameel. Menu. Oké, we kunnen niks bij krijgen van pijltjes. Waarom moet dit zo moeilijk? Ja, waarom vind ik niet de kameel? Hij staat ook niet buiten ofzo. Hij staat ook nergens buiten. Het is ook helemaal geen foto of zo. Ik zie echt... waar is hier een kameel? Waar de fuck? Wat, ik snap er echt helemaal niks meer van. Ik zie hier helemaal geen kameel staan. Ik weet niet als jullie ergens een kameel zien staan. Het zijn er al lang genoeg zo op hetzelfde ding. Waar de fuck is een kameel? Een kameel! Ik zie hem nergens, dames en heren. Waar is een kameel? Ik zie wel een flash liggen. Ik zie hier van alles en nog wat en ik klik er veel te vaak. Waar de fuck is die kameel? Waar? Zeg het me. Dit is, ja, laatst ook nog een slot. Boeit me helemaal niks. Ik zoek een kameel. Dames en heren, ik heb per ongeluk het spel afgesloten. En blijkbaar moeten wij daar opnieuw beginnen. Ik ga met andere items. Maar dat is voor volgende week, want het duurt wat te lang. En we gaan volgende week het op het gemakje uitzoeken. Wat er allemaal aan de hand is. En wat er 8 maanden geleden allemaal gebeurd is met mij. Ik ben net zeg maar personage. We zullen het allemaal wel zien. Dames en heren, hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering. Van Marco Bidden. Tot de volgende keer. Later.